Goedenavond. Mijn naam is Jurgen Snoep. Ik ben beheerder van de Kunstplein. Voor degenen die dat nog niet begrepen hebben. We hebben vanavond wel een hele bijzondere finissage van AD Mout aan. Allereerst moet ik natuurlijk Jurgen en heel de organisatie danken voor deze ambiance. En ook daarbij natuurlijk de mensen van de vrienden van de Rietgors die ondanks alle zorgen en tegenwind en tegenstromingen toch nog de boel pluksgewijs noem ik het maar nog in het voet licht brengen om de wens van meneer Luigies te voldoen, want die had toch zijn collectie beschikbaar willen stellen aan de gemeente Papendrecht met vurige wens ook dat iedereen daar iets wijzer of ja, breier misschien nog voor zou kunnen worden. Jullie zien een hele gemiddeleerde collectie op toonbank hangen en dat komt natuurlijk omdat er geput is door Jurgen uit wat er in de artotheek zat. Schijnbaar heeft de artotheek vroeger van mij ook dingen gekocht, maar dat weet ik allemaal niet meer. Ik heb ze ook niet geschonken, zo gek was ik ook niet. Er is ook op het gemeentehuis natuurlijk, dat is dan echt uit de collectie van meneer Luigies, die dat vroeger van mij kocht of ruilde wel eens wat. En het was natuurlijk ook een Rotterdamse man echt die ook ja, wat meer een ruimere blik ook had. Nou ja, je ziet, er hangen van allerlei soorten werken, van oud Papendrecht, toen Papendrecht nog in ontwikkeling was met de pont, het grote veerhuis bij de pont. Daar kon je gezellig een drankje drinken, daar had ik een soort theetuin bij. Daar linksbovenin hangt een leuke tekening nog. Dat was achter het bos. Ik vind het zo fijn dat jullie er allemaal zijn. Dankjewel.